Om de waarheid te kennen, kijken we niet naar de meerderheid of de minderheid. Een moslim keert naar de waarheid waar het ook naartoe keert. Want de meerderheid heeft niet altijd gelijk en de minderheid is niet altijd verkeerd. Sterker nog, قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. De meeste mensen zijn niet gelovig. En de meerderheid ook in zijn woorden وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Als jij de meeste van hen op aarde gehoorzaam bent, dan zullen ze jou van het pad van Allah af laten dwalen. En weer meerderheid negatief. En minderheid is meestal positief. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. En weinigen van mijn dienaren zijn dankbaar. Daarom, wij geloven niet dat de meerderheid altijd gelijk is, zoals democratie bijvoorbeeld. Juist is dat wat in de Koran staat, in de Sunna, en is volgens het begrip van de salaf en zij die de salaf volgen. Toen zei hij, wa iyyaka wa turuq ad-dalala wa la taghtar bi kathrat al-halikin. En kijk uit voor de wegen van dwaling, wa la taghtar bi kathrat al-halikin. De wegen van dwaling moet je voor uitkijken, zoals ash-shirk en ash-shirkiyat en de bida van de verschillende groeperingen, zoals Ahle Sufiya wa al-Asha'ira en andere. Daar moet je voor uitkijken. Dat wat tegenin gaat, tegen de menheid van de zelf, kijk daarvoor uit. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةَ الْهَالِكِينَ. En laat je niet verleiden dat vele vernietigd of verloren zijn. Heel veel mensen, als ze even met een andere persoon zitten en hun mening horen, worden ze beïnvloed. En als ze de meerderheid zien dat ze iets doen, dan denken ze, oh, dan zal het wel goed zijn. Maar de juiste weg is dat men de Koran volgt en de Sunna en het begrip van de zelf. Dus als jij weet dat het van de manhaj, van de Anbiya en van de zelf is om eerst belang te geven aan het tawhid, hou je daaraan vast. En als je ziet dat het van de manhaj van de zelf is om op te roepen naar de Sunna en te waarschuwen voor Ahl Bida, hou je daaraan vast en niet kijken naar meerderheid of minderheid. Als iets verplicht is, zoals het doen van de salah op tijd, doe het dan en kijk niet wat je andere vrienden doen. Als voor een vrouw het verplicht is om schaamte te hebben en hijab te dragen, kijk dan niet naar wat jouw vriendinnen doen of wat de meeste mensen doen, maar kijk naar dat wat de Koran en de Sunna en het begrip van de zelf ons leert. Bedankt voor het kijken. Like deze video en abonneer op ons kanaal als je elke week een dienreminder wilt. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum.